Na maanden onzekerheid is de recordtransfer dan eindelijk een feit. Steven Bergwijn verkast voor 32,5 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Ajax. Ondertussen zijn er volop geruchten rondom spelers van de landskampioen Ajax. Volger Mike, verwijt tijd dus om even bij te praten. 32,5 miljoen, de duurste aankoop ooit voor Ajax. Ja, hij hebben 10 miljoen euro meer dan Sebastian Haller heeft gekost. Ja. Alleen de commissarissen zagen ook dat ook een recordtransfer die kan nog meer opleveren. Zoals bij Haller gebeurde, die gaat voor uh, maximaal 34,5 miljoen naar Dortmund. En bij Steven Bergwijn hebben ze ook de overtuiging dat hij uiteindelijk voor veel meer geld zal vertrekken. Ja, tot wanneer heeft hij getekend? Tot de zomer van 2027, voor vijf jaar. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook wel van mensen die zeggen, je ja, had hem dan in de winterstop gehaald als Ajax, had je hem voor een paar miljoen minder nog kunnen oppikken. Ja, of de twee keer daarvoor hadden ze hem ook voor minder kunnen oppikken. Het is de vierde poging die Ajax waagt voor, uh, voor Bergwijn. En daar heeft commissaris Danny Blind ook wel een hele belangrijke rol in gespeeld. Je heeft hem bij het Nederlands Elftal gezien. Ook gezien hoe goed hij is bij het Nederlands Elftal. Dus Danny Blind heeft wel deze komst ook doorgedrukt. Ja, en voor Bergwijn, waar uiteindelijk ook meer interesse nog uh, in was, onder andere van Everton ook. Uh, is op deze vrijdag aangekomen hè, bij Ajax. Hoe was dat? Ja, bijzonder. Het is een, sowieso een heel bijzondere dag voor Steven Bergwijn. Het is op de dag af, vijf jaar geleden, dat zijn, ja. uh, zijn boezemvriend Abdelhak Nouri... In Oostenrijk een hartstilstand kreeg en ernstig en blijvende hersen, hersenletsel opliep. Ja en dat je dan op deze dag een vijfjarig contract tekent. Dan word je heen en weer geslingerd tussen emoties. Ja, ja, ja. maar in ieder geval mooi voor hem dat eindelijk die transfer dan rond is. Maar dan Ajax. Ja, de geruchtenstromen die gaan maar door. Laten we eerst Martinez erbij halen. Ze willen hem eigenlijk niet verkopen, volgens mij. Maar er wordt zoveel geboden dat er een kantelpunt aan zit te komen wellicht. Ja. In, in principe werd er bij Anthony en bij Martinez gezegd niet te koop. Waarbij aangetekend dat elke speler te koop is. En ook een Ajax-speler voor de juiste prijs. Ja, nu worden er bedragen geboden, waardoor er wel topoverleg gaande is in de Johan Kraaf Arena. Wat moet je doen als er 50 miljoen op een speler van je wordt geboden? Ja. Dan kun je zeggen we willen nog meer hebben of we gaan nog niet praten. Maar op een gegeven moment heeft de speler ook iets te zeggen. Die is ooit voor 7 miljoen gehaald. Die kan het vijf of zesvoudige gaan verdienen bij Manchester United. Dus op een gegeven moment is dat onhoudbaar of wordt het onhoudbaar? Want de commissarissen zullen zeggen, dit is een bedrag dat je misschien nooit meer krijgt. Ja. En als je het concreet maakt, ligt er inderdaad dat bod nu van uh, ja, hoe hoog? Van Manchester? Ja, van 45 miljoen euro en 5 miljoen maximaal aan bonussen. Dus in totaal ja. 50 miljoen inclusief bonussen. En hij wil daarheen naar Manchester. en nu hij, naar Arsenal. Hij wil daarheen en dat, dat heeft niks met Ajax te maken, want hij heeft er daarna zijn zin. Hij heeft daar geweldig gepresteerd en ja, wordt op handen gedragen door de fans. Maar op een gegeven moment is het tijd om weg te gaan. Ja. Hij is drie keer kampioen geworden, of eigenlijk twee keer kampioen geworden. En de eerste in het coronajaar. Dus hij heeft zich ook drie keer geplaatst voor de Champions League. Een keer overwint het in de Champions League. Ja, en om voor Martinez te vragen dat hij weer naar Fortuna Sittard en RKC moet, met alle respect. Ja, dan ga je liever naar Manchester City. Ja. Je achterkant groot dat hij uh, Manchester United, je achterkant schoot dat hij vertrekt. Ja, maar tegen Manchester City spelen Arsenal... Dat is, is anders dan Fortuna <laughs> Sittard inderdaad. Dat ja. bedoelde ik. Ja. Maar uh, je achterkant schoot dus dat hij uh, vertrekt. Uiteindelijk denk ik dat hij zal vertrekken. Het probleem is misschien wel dat Ajax dan ook een hele goede vervanger zal moeten aantrekken. In hoeverre dat afgedekt is na het vertrek van Marco Overmars, ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar ja, met 60 miljoen of 55 miljoen of 50 miljoen, wat het ook mag worden... Ja, dan kun je natuurlijk wel aardige boodschappen doen. Is daar al zicht op? Want we hebben het natuurlijk komen we zo nog over te spreken. vaak gehad over Wijndal, Bergwijn en Brobby. Uh, maar als het gaat over uh, een verdediger aantrekken. Uh, misschien ook nog een middenvelder zelfs. Uh, is een ander verhaal, denk ik. Maar... Ja, ik, ik heb daar nog geen namen bij gehoord. Maar het, het mag duidelijk zijn dat als Martinez vertrekt. dat er, uh, dat er wel een vervanger zal komen. Ja. Waarbij ik wel be wil benadrukken dat Ajax op dit moment nog zegt. dat een vertrek gewoon onbespreekbaar is. ook voor deze prijs. Dus Manchester United zal nog verder omhoog moeten. Anthony? Daar is het uh, ja, rustig. En eigenlijk nog geen club die zich heel concreet heeft gemeld. Maar dat dat ook een target is. Dat uh, uiteindelijk wel, ja, waar een bot op binnen zal komen, dat, uh, dat staat ook wel vast. Alleen, ja, daar hangt zelfs een prijskaartje van 80 miljoen of meer aan. Nou, hoe wordt er eigenlijk naar gekeken dat uh, Ten Hag uh, Martinez nu uh, wil gaan halen. En toch ook in die Ajax vijver lijkt uh, te gaan winkelen? Ja, het is op zich logisch. He. Je kent spelers, je hebt elke dag met ze gewerkt. Alleen, ik denk dat Erik de Haag wel moet oppassen met te veel spelers van Ajax benaderen en te willen hebben. Want ja, dan gaat er toch wat glans af van hetgeen hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Ja. Brobby is natuurlijk ook interessant. We hebben de beelden gezien dat hij een beetje met de ziel onder zijn arm teruggekeerd is in Duitsland. Ja, die had er niet heel veel zin in. Die had er niet heel veel zin meer in. Er wordt een dusdanig hoog bedrag gevraagd dat dat nog steeds onzeker is? Ja, dat is een beetje sneu geweest. Op een gegeven moment was er een gesprek met Brobby. En toen kwamen Ajax en Bobby tot een akkoord, waardoor hij ook Manchester United, daar is Erik ten acht weer, heeft afgezegd. En ja, toen was Ajax in de veronderstelling dat ze hem voor 15 miljoen konden halen. Maar dat bleek toch iets anders te liggen, waardoor Bobby, die al bijna aan het feest vieren was vanwege zijn overstap naar Ajax, toch weer even de wachtkamer in moest. Want Leipzig wilde op dat moment 25 miljoen. Okay, maar hij wil wel, uh, ondanks ook andere interesse, naar Ajax gaan. Dat, dat is nog wel de verwachting. Alleen Ajax is, en dat blijkt ook weer in de, in de zaak Wijndal... Ja, ik weet niet wat de juristen van Ajax doen en wat, wat er gebeurt daar op de kantoren. Maar ook de transfer van Wijndal, dat is een inkoppertje. Alleen dat lukt Ajax maar niet om die deal te sluiten. En dat, dat is toch heel anders dan in de tijd van Mark Overmars. Ja, als dat allemaal heel lang gaat duren, dan kan Bobby misschien ook, uh, ook op andere gedachten komen. Maar ja. in principe wil hij nu gewoon heel graag naar Ajax. Als ze de balans uh, opmaken, dan is uh, Haller uh, vertrokken, Gravenberg is vertrokken, Martinez uh, vertrekt uh, wellicht. Uh, Masrawi is natuurlijk ook uh, vertrokken. Hoe staat Ajax er nu uh, op onder uh, schreuder? De selectie lijkt. Uh, ja, Berg is dan natuurlijk wel definitief, maar misschien ja, om dat helemaal rond te krijgen en op oorlogssterkte te krijgen. Ja, Ma Martinez is nog niet weg. Hè? En, nee. kijk, als die echt weggaat, dan zal daar een vervanger voor moeten komen. Je kunt ook overwegen om blind centraal te zetten. Dan weer een jonge Argentijn of een Braziliaan of wat het ook mag zijn, te kopen. En die achter blind klaar te stomen. Zoals Martinez ooit ook uh, is klaargestoomd. Dan zou Wijndal op linksback kunnen. Ja, voor Gravenberg is gezegd dat Kudus en vooral Taylor daar mogen uitvechten. Wie daar, wie daar komt te spelen. Je kunt er ook aan denken om berghuis daar neer te zetten. Dan moet ik oppassen dat ik berghuis en ja. bergwijn niet het hele seizoen door elkaar ga halen, maar berghuis daar neer te zetten. Dus ja, op zich is daar ook, ook een vervanger voor. En in de plaats van Mascabie, daar wordt in eerste instantie gekeken hoe Kluiber en vooral Rensje te oppakken. En als dat goed is, zal er geen vervanger komen. En als dat niet goed gaat, dan wordt er ook nog naar een rechtsbek gezocht. Oké, okay, nou volop ontwikkelingen dus bij Ajax. Maaike, en bij meer nieuws we spreken weer graag. Dankjewel. Graag gedaan.